Ja, zeker. Ik zit bij Claudio. Claudio is de blarenprikker vandaag. Ja. En ja, het is nog niet zo druk, hè? Nee, het is helemaal niet druk. We zijn, gisteren was het ook redelijk rustig met ongeveer 55 mensen die blaren kwamen laten prikken. Maar vanochtend zijn er misschien 3 mensen langs geweest. Nou, nu ligt er toevallig ook net iemand op. Maar het valt nog mee. Voor ons jammer, maar voor de lopers denk ik heel goed. Ja, want wat vind je er zo leuk aan om aan die voetjes te sleutelen? Nou, als ik heel eerlijk ben, vind ik voeten eigenlijk helemaal niet zo fijn om aan te zitten. Ik vind, nou ja, vies wil ik niet zeggen, maar voeten zijn een apart iets. Maar ik heb zelf 4 keer gelopen, 5 keer gelopen, 1 keer niet uitgelopen. En ik weet zelf hoe fijn het is als er gewoon iemand voor je klaar staat, die je verzorgt, die je helpt. Die je net even dat extra setje geeft wat je soms nodig hebt. En dat kan ik nu ook doen. Die 50 kilometer ga ik niet meer lopen. De 100ste, dat was mijn laatste 50 kilometer. En, waarom? Ja, ik ben daar zo kapot gegaan, heel eerlijk. Dat ik zoiets had van, dit is nu goed en ik ga nu de verzorging doen. Andere mensen helpen, zorgen dat die het wel allemaal kunnen halen. En misschien in de toekomst weer. Wat zijn nou de meest verschrikkelijke blaren die je kan voorstellen? Van die onderhuidse blaren? Ik denk toch wel bloedblaren of onder het eelt bijvoorbeeld. Dat zijn wel dingen ook lastig te behandelen niet, maar er zit wel een uitdaging bij. Mensen zeggen vaak van ja, maar wat dan als de vel helemaal los staat? Ja, dat is net even wat makkelijker te behandelen. Dat klinkt heel gek, maar ik denk toch wel eelt en bloedblaren. Ja, want ik heb zelf wel eens gezien dat liep er een vrouw voor mij en die had de hele hiel kapot. En dan hadden ze dan zo'n kaasplak, of zo noemen jullie dat geloof ik, ingelegd. Maar ja, tot hoe ver moet je gaan? Wat adviseren jullie? Zeggen jullie wel eens van nou, meneer of mevrouw, zou er maar mee stoppen? Wij hebben wel eens mensen dat we zeggen van, weet u het zeker? Maar goed, wij zijn in principe niet degene die mogen zeggen van, je moet stoppen ja of nee. Ja, we geven wel ons advies, maar het is uiteindelijk aan de wandelaar zelf. En mijn tip daarbij, en ik denk van de meeste wel, is luister gewoon naar je lichaam. Als jij niet meer kan, ja, dan, jouw lichaam zegt dat niet voor niks. Dus probeer daar ook zoveel mogelijk naar te luisteren. Wij komen straks nog even langs om te kijken of we nog wat spectaculaire dingen kunnen zien. Prima, helemaal goed. Tot zo dan.